Van Janoures lijkt moeite te hebben om haar miljoenenvila in Permeland te verkopen. Na een half jaar heeft ze besloten om de woning opnieuw op Fundat te plaatsen, maar met een opmerkelijke verandering. De vraagprijs is nu 3.800.000 euro. 11 euro meer dan de oorspronkelijke 3.800.000 euro. Dit heeft enige verbazing gewekt, vooral omdat prijsverlagingen vaak voorkomen in plaats van verhogingen. Rob Gozes van RTL Boulevard deelde zijn verwondering over deze aanpak op X. Waarbij hij de stijging van 11 euro opmerkte. Een potentiële koper, genaamd Elle, merkte humoristisch op dat ze het huis net wilde kopen, maar de extra 11 euro haar te veel waren. Toen een andere persoon, Billy Bob, speculeerde dat de herplaatsing te wijten zou kunnen zijn aan een koper die de financiering niet rondkreeg, vroeg Rob waarom dan de toevoeging van precies 11 euro. Een suggestie was de mogelijkheid van een inflatiecorrectie. Uiteindelijk onthulde journalist Jasper Roelen van het Parool dat er een makelaar in Landsmeer is genaamd 11 makelaars en elk huis dat zij verkopen heeft een bedrag dat eindigt op 11 euro. Dit verklaarde de mysterieuze prijsverhoging van Fayalures woning en zorgde voor opluchting bij degene die zich over het fenomeen verbaasde.